Jamil Yilmaz, Islamofobie. Zo voelt het dus om aan de juiste kant van het gerecht te staan. Het is 11 september 2001. Ik ben 17 jaar, heb net een jointje gerookt. Stoned loop ik terug richting de school. Als iemand plotseling roept: "Yo Jam, je familie valt New York aan." Vol verbijstering zie ik nog net het tweede vliegtuig de Twin Towers in vliegen. Het eerste wat ik denk is van: inshallah, laat het alsjeblieft geen moslim zijn. Helaas, de realiteit is anders. De botsing van civilisaties, zoals Samuel Huntington voorspelde, is voor mij op die dag zichtbaar begonnen. Met de moslims en de islam als leidend voorwerp. Vanaf die dag is het voor mij totaal veranderd om hier in Nederland een Arabisch-Turkse moslim te zijn. Want het effect van die aanslagen was ook in Nederland voelbaar. Want vanaf die dag word ik niet alleen aangesproken op mijn culturele identiteit, maar ook op mijn religieuze identiteit. Alles wat misgaat in de islamitische, Marokkaanse en Turkse gemeenschap, zowel nationaal als internationaal, word ik op afgerekend. Dit is echter niet alleen mijn verhaal. Dit is ook het verhaal van een tweede en derde generatie moslims dat hier op dit moment is opgegroeid of aan het opgroeien is in Nederland. Want ik durf te wedden dat alle moslims hier in de zaal hetzelfde dachten toen ze het moord op Pim Fortuyn hoorden. Oh, alsjeblieft God, laat het geen moslim zijn. Het is bedroevend en beschamend dat de primaire reactie van een burger in het land één uit angst is in plaats van afschuw op zo'n afgrijzelijke daad. Angst voor de impact van een verknipte individu, van de daad van een verknipte individu op zijn of haar eigen leven. De angst om gestigmatiseerd te worden door niet alleen de media, maar ook door de politiek en de gewone burger op straat. Onze samenleving is helaas te fragiel. Te fragiel om met immorele daden van mensen met een islamitische achtergrond om te gaan. Want denk nou eens na, hoe waren de reacties op gestoorde sportschutters naar Alphen van der Rijn, of op linkse dierenactivisten naar de moord op Pim, of op extreem rechts naar Breivik? Totaal verschillend dan de reacties op bijvoorbeeld een Mohamed Bouyeri. Gevaarlijke gevoelens van tweederangs burgerschap en onrechtvaardigheid zijn een van de belangrijkste oorzaken voor radicalisering. Niet de islam, wat iedereen ons doet laat geloven. Religie is niks anders dan een middel dat misbruikt wordt om de woede van een grote generatie jongeren met onrechtvaardigheidsgevoel te kanaliseren richting het ultieme kwaad. En ons zelfkritisch vermogen hier in Nederland is dermate onderontwikkeld dat we niet in staat zijn om onze zogenaamde roze bril van tolerantie af te zetten. En ook onze eigen verantwoordelijkheden als maatschappij te nemen. Afghanistan, Irak, Palestina, Syrië, Jemen, Libië. Ik kan nog even doorgaan. Sinds 2001 zijn meer dan 2 miljoen moslimslachtoffers gevallen wereldwijd door direct dan wel indirect westerse inmenging. In naam van terreur en van het zogenaamde democratisering van de wereld. We zijn koning in het steunen van dictatoriale regimes wanneer het ons uitkomt en het afwijzen van parlementaire verkiezingen, democratische verkiezingen, wanneer het ons niet uitkomt. Denk aan Egypte, denk aan Palestina. We verkopen wapens en technologieën aan landen die bekend staan als de grootste sponsoren van het salafistisch-jihadistisch, oftewel het terroristisch gedachtegoed. We pleiten voor de vrijheid van meningsuiting en hebben het over solidariteit, terwijl we schouder aan schouder en hand in hand lopen met de Saoedi's en een Netanyahu na de aanslag op Charlie Hebdo. Maar wie heeft het dan nog over een Raif Badawi die duizend stokslagen krijgt? Wie heeft het dan nog over de Palestijnen die al 70 jaar een overlevingsstrijd aan het leveren zijn in moderne hedendaagse concentratiekampen? Universele rechten van de mens, how about Abu Ghraib, Guantanamo? Ons buitenlands beleid en de geopolitiek is gericht op economische belangen en doordrenkt van hypocrisie.
en is daarmee de grootste voedingsbodem voor islamofobie en radicalisering. Die hypocrisie is ook hier in Nederland terug te zien. Alles kan en mag gezegd worden onder de mom vrijheid van meningsuiting, zolang het over de islam gaat. Termen als kopvoddentaks, minder Marokkanen is gewoon een onderdeel geworden van deze samenleving. Is gewoon ingeburgerd geraakt. Dagelijkse realiteit. De kern van het probleem is de fascistische islam. De zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf de Koran. Maar wat als ik had gezegd? De kern van het probleem is het fascistisch jodendom. De zieke ideologie van Yahweh en Mozes zoals neergelegd in de Joodse Mein Kampf de Torah. Zouden we daar dezelfde reacties op hebben gekregen? We leven in een land met een politieke partij die op dit moment miljoenen stemmen behaalt. 38 zetels in het Nederlandse parlement, als er op dit moment verkiezingen zouden zijn. Terwijl zij een nationaal-socialistische visie hebben als vergelijkbaar met voor de Tweede Wereldoorlog met van de NSDAP. En dat is mijn Nederland. We leven in een land waarbij 55% van de Nederlanders vindt dat er te veel buitenlanders zijn en waarvan 47% vindt dat je culturen niet moet vermengen. 83% van de Nederlanders staat niet eens, heeft geen of weinig contact met moslims. En 5% staat er maar open voor. We hebben massaverontwaardiging als 17% van de Turks-Nederlandse jongeren een negatief beeld over Joden hebben. Maar we zwijgen als 30% van de autochtone jongeren een negatief over moslims denken. We leven in een land waar journalisten als een per diep bewust beeldvorming negatief beïnvloeden. En we hebben een media die elke kans aangrijpt om islamitische jongeren te kunnen stigmatiseren. En zich door de politiek regelmatig laat misleiden om een bepaald beeld te schetsen. Wat dacht je van een vicepremier die interviews geeft over flutonderzoeken als die van Motivation, waarbij zogenaamd 90% van de Turkse jongeren, Turks-Nederlandse jongeren in Nederland, Daesh zouden aanhangen. En hierbij positieve onderzoeken totaal negeert. We leven in een land waarin de politie je op basis van uiterlijke kenmerken aanvalt en mishandelt en aanhoudt. En melding van islamofobie en moslimhaat niet eens serieus neemt. Het plaatsen van 12 varkenskoppen bij een plek als een AZC wordt afgedaan als een milieudelict. We leven in een land waarbij islamitische kinderen niet meer naar school durven te gaan, waarbij moslima's aangevallen, uitgescholden en bespuugd worden. En waarin ook moskeeën vernield worden. We leven in een land waar iedereen Charlie is en Parijs. En doet aan selectieve verontwaardiging, maar niks geeft om Ankara, Tunis, Nigeria of Beirut. Hou alsjeblieft op met je suis Charlie, met je suis Paris. Als je niet eens solidair kan zijn met Nederlandse staatsburgers die elke dag gedemoniseerd en gediscrimineerd worden. Er is een groot verschil tussen de rechtsstaat en het selectieve recht van de staat. De rechtsstaat is rechtvaardig en gelijkwaardig in alle opzichten en maakt geen onderscheid tussen haar burgers bij vergelijkbare gebeurtenissen. Het selectieve recht van de staat hanteert wij-zijn-normen, bagatelliseert vervolgens deze normen en is selectief in haar oordeel. Allocatie van selectief recht is tevens de basis van institutioneel racisme, CQ-discriminatie. Segregatie in het wonen, in het onderwijs en de arbeidsmarkt is een alledaagse werkelijkheid geworden zonder de echte wil vanuit de politiek en overheid om dit te doorbreken. Ik eis een sociaal en rechtvaardig en gelijkwaardig bestaan in Nederland. Niet alleen voor mij of mijn islamitische broeders en zusters. Ook voor mijn Afro-Caribische, Oost-Europese, Molukse, Indonesische, Joodse, homoseksuele, wat voor soort of maat je ook bent. Ik eis een nieuwe definitie van het Nederlanderschap waar ik een onderdeel van ben. Nee, beter gezegd, dat ik de norm ben. Maar vrees niet, we komen eraan. De nieuwe generatie die ook hier vandaag in de zaal zit, zijn samen opgegroeid. En vinden elkaar steeds beter. We vormen langzaam maar zeker een gezamenlijke emancipatiebeweging. Die niet meer te stoppen is en waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Dank jullie wel.